De wereld van de Formule 1 is inmiddels een stuk meer dan alleen maar ronkende motoren, benzine en zo snel mogelijk gaan. Het wordt duurzamer, het wordt schoner en het wordt ook een stuk technischer. In deze serie van Racing News 365 gaan we een aantal technische aspecten met je behandelen in hoe zit dat. Doe ik gelukkig niet alleen, doe ik ook met Ramon Drost hier bij Van Amersfoort Racing. En Ramon Drost was voormalig Systems Data Engineer bij Alpine. Ramon, laten we bij het begin beginnen. Een term die veel Formule 1 fans zullen kennen. Drag Reduction System, oftewel DRS. Terug naar het begin. Waarom werd dat überhaupt in eerste instantie ingevoerd? Nou, DRS is ingevoerd een tijdje terug. Waardoor de auto's erg veel turbulente lucht veroorzaakten. En om het inhoud te verbeteren door de achtervleugel plat te gooien. Waardoor de auto's 20 tot 25 km/u sneller konden gaan om het inhoud te verbeteren. Dus het was bij de voorgaande auto's vrij lastig inhalen als je dicht achter elkaar zat. Ja. Inmiddels hebben we dus de 2023 bolides. Daar is dus eigenlijk minder van toepassing qua vuile lucht achter de auto. Nou, precies. Dus dat was ook een van de doelen voor de nieuwe reglementen van 2022. Dus je moet het eigenlijk een beetje zien, zoals je dus op de fiets zit. Je doet je jas een klein stukje open. Het vangt heel veel lucht, heel veel weerstand. En wanneer je dan de jas weer dicht doet, dan kun je weer makkelijker fietsen met dezelfde hoeveelheid energie. Dus als je de jas dan dicht doet of je doet het normaal open, dan fiets je makkelijker. En zo moet je het ook zien met een achtervleugel. Dus die vangt dus heel veel weerstand, waardoor als die dicht is, om dus grip te creëren voor je achterwielen. En zodra je dus, zeg maar, op het rechte stuk rijdt, dan ben je dus minder grip nodig, want je rijdt geen bocht in. En je wil die grip dus wel hebben als je een bocht ingaat. Dus dan net voor de bocht, wanneer het remtrap, gaat die vleugel weer dicht. Dus dan heb je weer maximale downforce. Hele simpele vraag die misschien ook veel mensen zullen weten, een paar nog niet. Wanneer mag je DRS gebruiken en hoe krijgt de coureur dat voor elkaar? Nou, door te drukken op een knopje DRS op het stuur en je moet binnen een seconde van je voorganger zitten en op de aangegeven stukken per circuit. Het zijn gemiddeld twee of drie Precies. delen van een circuit waar je het ja, mag doen. Klopt. Jij als voormalig data systems engineer bij Alpine, je hebt natuurlijk nu de nieuwe auto's waarvoor in theorie DRS niet ingevoerd werd. Vind je nog steeds een goede toevoeging? Ja, ik vind het een goede toevoeging en verbetert het inhalen en het race spektakel wordt verbeterd hierdoor. Dus goed ding.